Goeiedag, we zijn gekomen bij Wiskunde Havo eindexamen 2007, opgave 2D. Opgave 2D zegt, bereken de nulpunten en de uiterste waarden van de functie g. Oké, we hadden dus aangegeven dat bij de nulpunten, we gaan eerst de nulpunten berekenen. En bij de nulpunten moeten we dus de functie stellen aan 0, gelijk aan 0. In dit geval gx, gelijk stellen aan 0. Gx is min cosinus 2x plus 1 en dat stel je gelijk aan 0. Nou, hoe lossen we dit op? We gaan weer een regel toepassen. We gaan een hele regel toepassen en dat zegt, als je in je aantekeningen kijkt, cosinus 2x is gelijk aan 2 cosinus kwadraat x min 1. Dit is een regel die je uit het hoofd moet kennen. En dat is dan min 2 cosinus kwadraat x min 1 plus 1 is 0. We gaan dus die min wegwerken van hier. Ja. We kunnen dus dan deze plus 1 naar achteren brengen. En die min hier wegwerken. Dan krijgen we dan min 2 cosinus kwadraat x min 1 is min 1. We vermenigvuldigen dus alles met min 1. En je krijgt dan 2 cosinus kwadraat x min 1 is 1. We kunnen die eentjes bij elkaar nemen. Het wordt dan 2 cosinus kwadraat x is 2. Cosinus kwadraat x is gelijk aan 2 gedeeld door 2. Deze 2 delen door elkaar. En dan krijgen we uiteindelijk cosinus kwadraat x is 1. En cosinus x is plus of min de wortel uit 1. Plus of min de wortel uit 1, dat betekent het is 1 of min 1. Cosinus x is 1 of cosinus x is min 1. Deze 2, wat we gevonden hebben als cosinus, gaan we substitueren in gx. Dus substitueer cosinus x is 1 of cosinus x is min 1 in gx. Je moet beide substitueren en dan krijg je dan 2 nulpunten. En nulpunten hebben sowieso een x en een y coördinaat. Dus je gaat bij de eerste nulpunt zoiets moeten vinden en bij de tweede nulpunt ook dit. Let wel, we hebben die x-waardes al. Dat zijn dus 1 en min 1. We moeten alleen nog de y-waarde vinden. En de y-waarde vinden we door die x te substitueren in die functie g. Dankjewel.